Eus vroeg een van de jongeren, kunnen jullie soms ook iets positiefs over elkaar zeggen? Laat ons daar misschien mee beginnen, los van de inhoud. Mevrouw Demir, hoe kijkt u naar mevrouw Nagy? Ja, ze is nog niet zo lang in de politiek en brengt wel vernieuwende ideeën, waar ik het misschien niet altijd eens ben, maar de nieuwheid en de verfrissendheid is altijd goed in de politiek. Mevrouw Nagy? Ja, vooral is een van de topvrouwen van N-VA. En sowieso vind ik vrouwen in de politiek altijd wel inspirerend. Dat vind ik heel tof. En dat is wel een vrouw met een scherpe mening en dat apprecieer ik ook wel. Ja, oké. Twee scherpe vrouwen hier vanavond. Dat belooft interessant te worden. En we hebben ook een interessant thema, een belangrijk thema. Klimaat, daarover gaan we het hebben. Maar gelukkig is Willem van Mullemer, want hij zet eerst alle feiten op een rij. Samen met Björn van Laren. Klimaatbeleid. Ik zie u al zuchten. Het vriest, het dooit, het is al altijd koud en warm geweest. En de kijk op klimaat zorgt voor verhitte discussies. Niet met ons zonnen, want we staan hier. What do we want? Time for justice. When do we want that now? Beginnen bij het begin. Waar staan we voor? Hou één cijfer altijd in het achterhoofd. 1,5. 1,5 graden Celsius. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Applaus op alle banken. In 2015 beslissen de wereldleiders in Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden en eigenlijk liefst 1,5 graad. Want de aarde warmt op aan een snel tempo, vooral de laatste jaren. En of je dat nu graag hoort of niet, dat is onze schuld door de verhoogde uitstoot van broeikasgassen. Maar hoe bepaalt deze realiteit ons Belgisch en Vlaams klimaatbeleid? Eerst het goede nieuws. Onze CO2-uitstoot is sinds 1990 met 24% gedaald. Dat komt door inspanningen van de landbouw, industrie en burgers. En deze Vlaamse regering zet er vooral in op klimaatadaptatie. Dat betekent, we passen ons aan de klimaatverandering. Er kwam een Blue Deal. Door die Blue Deal krijgt Vlaanderen meer overstromings. En rivieren moeten opnieuw meer gaan kronkelen, of beter gezegd, meanderen. Zo kunnen ze op meerdere plekken uit de oevers treden. Ook u doet een duit in het klimaatzakje. U isoleert uw huis, legt zonnepanelen, steekt een warmtepomp. Het gaat traag, maar gestaag, want het kost ook wel wat. We rijden meer en meer elektrisch. Tussen 2022 en 2023 verdubbelde ons elektrisch wagenpark. Maar het blijft een fractie als je kijkt naar het totaal aantal wagens op benzine en diesel. Begin dit jaar hadden alle Belgen samen zo'n 6 miljoen personenwagens. 189.000 volledig elektrisch. Dat is iets meer dan 3% van het totaal. Klaar voor het slechte nieuws? Er is dan wel minder CO2-uitstoot in het algemeen. Voor transport kwam er 14% bij. Dat is door de trucker, maar ook door de automobilist. Een baksteen in de maag of een baksteen op de maag? Veel van onze huizen zijn oud en energieverslindend. Bijna 44% heeft een EPC-label E of slechter. Boer en boerin wogen de afgelopen maanden op het politieke debat. Strenge stikstofmaatregelen verstikken de boerenstiel, klinkt het hier. Stikstof is in de eerste plaats een milieuprobleem, maar de grote vraag is, geeft de wedstrijd straks toe aan de druk van op het veld? Is het klimaatmomentum voorbij? Rijdt de klimaattrein te hard of net niet hard genoeg? En waar gaan volgende regeringen op inzetten? Op wagens of op huizen? En wie gaat die inspanning leveren? Boer, burger, industrie of alle drie? U zit met vragen, kijkt naar de wedstrijd en denkt, los het op. Kijk naar de wedstrijd en los het op. Ik zag de twee dames hier glimlachen. We gaan beginnen debatteren. Mevrouw Nagy, we zagen in de reportage de CO2-uitstoot voor transport gaat met 14% omhoog. De files die blijven ook maar toenemen. Er wordt al gezegd, neem het openbaar vervoer. Maar de treinen, de tickets werden duurder, de tevredenheid is gedaald. En dat met een groene minister voor de NMBS. Dat verhaal dat kraakt toch?
Ja, de trein. Het is vandaag absoluut nog niet ideaal. Ik neem zelf wekelijks de trein en ik weet heel goed hoe het eraan toe gaat. Hè. Als de treinen te laat zijn, als er een wagon te weinig is, et cetera. En dat is eigenlijk het gevolg van decennia aan afbraakbeleid. Een rechts- en liberaal afbraakbeleid waarin er steeds bezuinigd is geweest op de NMBS, terwijl we het omgekeerde nodig hadden. Deze regering, met de Groenen, heeft geïnvesteerd in de NMBS. Er is 44 miljard geïnvesteerd in de NMBS. Dat is al gedaan. Er is terug een contract met de NMBS over welke afspraken er moeten zijn, welke doelstellingen er moeten zijn. Dat is dus allemaal het is wachten beleid. Eigenlijk op de resultaten, dat zegt u. Dat is structureel beleid, ja. Dat nu wordt uitgerold en waarvan we de resultaten de komende jaren moeten gaan zien. Dat in tegenstelling tot de Vlaamse regering, die niet eens de lijn heeft eigenlijk niet eens genoeg geld om de bussen te laten rijden. Ik kom dadelijk terug op de lijn, want u verlegt het. Ik wil nog even bij de treinen blijven, mevrouw. Uw partij met meneer De Scheemaker ook wil eigenlijk de NMBS splitsen en dat samenvoegen bij de lijn. Geloven jullie dat de treinen beter gaan rijden door Brussel, door in alle richtingen van het land, dan zijn verschillende maatschappijen door elkaar rijden? Want wij vinden dat de NMBS, dat de dienstregeling moet aangepast worden aan die van de lijn. En als het gaat over bijvoorbeeld de lijn, ben ik de eerste die zegt de hervorming die daar is gevoerd, dat we die moeten evalueren en dat we die ook moeten aanpassen en bijsturen. Collega Lydia Peters had misschien een vervoersplan ook in fases moeten doen, maar er is wel geld ook bijgekomen bij de lijn. Er is van 1 miljard naar 1,5 miljard geïnvesteerd. Ik zou bijvoorbeeld keuzes maken en dat betekent geen premies voor elektrische wagens, maar ik zou die centen steken in sterk openbaar vervoer. Maar als het over de lijn gaat, mevrouw Nagy zegt, wij hebben daar extra geld ingestoken. Maar dan, tevredenheid gaat naar dieptepunt. Niet alleen tevredenheid die naar een dieptepunt toe gaat, maar vorig jaar zijn er 46.000 treinen afgeschaft. 126 treinen per dag. U heeft het over de NMBS. U dacht dat het over de lijn ging. Enfin, bij alle twee gaat het openbaar vervoer naar beneden. Dat is eigenlijk voor u zit al jaren in de Vlaamse regering. Jullie leveren de NMBS. Eigenlijk is dat toch moeilijk uit te leggen aan de mensen. Maar absoluut. Maar opnieuw, de NMBS bijvoorbeeld, dat is het gevolg wel van decennia aan besparingen. Hè? De Groenen hebben dat nu omgekeerd. Wij hebben daarin geïnvesteerd. Om dat is het verleden. Dat punt heeft u gemaakt. Om die putten dichten. Maar de lijn, het is nu. 3000 haltes worden afgeschaft. Ik hoor uw collega Lydia Peters een beetje onder de bus gooien. Hè. Die evaluatie moet gemaakt worden. Die evaluatie is eigenlijk al gemaakt. Het is heel duidelijk. Ik krijg berichten van jongeren die hun bus naar school niet meer kunnen nemen. Ik krijg berichten van een halte die afgeschaft wordt aan een rusthuis. Ik knik van nee. Heel duidelijk. Het is mevrouw Nagy die collega Lydia Peters voor de bus duwt. Ik zeg heel duidelijk dat elke hervorming verloopt natuurlijk niet zoals dat je wilt. En daar wordt continu bij. Bijgestuurd. En dat doet ook collega Lydia Peters. Maar daar komt een grondige evaluatie en dan zal er ook bijgestuurd moeten worden. Maar als het gaat over een minister voor de bus duwen, u kan natuurlijk niemand voor de trein duwen. Want 46.000 treinen afgeschaft, dan zijn er wel 126 per dag. En je moet maar eens de trein willen nemen vanuit Genk, toch wel een centrumstad, uit Limburg, richting Brussel. Heel moeilijk. Ik begrijp dat jullie zeggen dat het allemaal beter moet, maar intussen wordt er ook gekeken naar de autobestuurder. Jullie willen eigenlijk het rekeningrijden gaan invoeren. Dus niet het bezit belasten, maar het gebruik van een auto. Bart Wever heeft ooit gezegd, voor Mechelen en Antwerpen is dat op termijn onvermijdelijk. Maar jullie zijn er voor alle duidelijkheid tegen. Dat zal niet gebeuren met jullie. Nogmaals, als je in de Vlaamse Ruit woont, is dat allemaal goed en wel. Maar als je vanuit West-Vlaanderen of vanuit Limburg alleen al... De treinen rijden al niet. Ik zeg het, vanuit Genk is het uren sporen als de trein dan ook nog eens komt. Dus wij zijn vanuit Limburg genoodzaakt om een auto te nemen. Niet omdat wij dat willen doen, maar omdat er geen goed aanbod is van openbaar vervoer. En om dan nog eens te betalen? Nee, dat gaan we niet doen. Ik denk dat je veel beter kunt inzetten in een sterk openbaar vervoer. En dan vind ik inderdaad dat de dienstregeling van de bus ook moet aangepast worden aan die van de lijn. En dan is beter alles in handen. Korte reactie nog. Maar het is een en-en-verhaal. We gaan sowieso moeten investeren in het openbaar vervoer. In Vlaanderen is het heel duidelijk nodig dat er een stevige investering nodig is in de lijn. Daarnaast is er ook een kilometerheffing nodig om gewoon minder files te gaan hebben. Want die files die kosten ons miljarden per jaar. Maar wij willen vooral dat mensen de keuze hebben. Dat ze dus keuze krijgen tussen willen ze met het openbaar vervoer gaan, willen ze met de auto gaan of willen ze met de fiets gaan. Want er zijn ook 2500 kilometer aan moordstrookjes in Vlaanderen, waarvan wij vinden dat er heel snel geïnvesteerd
te worden om die weg te werken. Ja, oké. Goed, de meningen ook daar liggen erg uiteen. Natuurlijk, als we kijken naar het autogebruik, wordt er ook gekeken naar elektrische wagens. Elektrische wagens, dat vraagt energie. En zo komen we bij kernenergie, hè, een delicaat thema toch wel. Mevrouw, uw partij zei, wij zijn de partij die de kernuitstap gaan realiseren. Jullie hebben dan toch de bocht moeten maken en met het water aan de lippen aan Engie gevraagd, kunnen ze alsjeblieft toch langer open blijven? Hebben jullie daar geen serieuze inschattingsfout gemaakt? We hebben twee kerncentrales verlengd, omdat de situatie dat ook noodzaakte en noodzakelijk maakte, hebben we dat ook gedaan. We hebben tegelijkertijd ook wel die energietransitie volledig ingezet en geïnvesteerd in... Omwille van de oorlog zijn jullie dan geschakeld, zegt u? Ja, klopt. Omwille van de oorlog in Oekraïne zijn we geschakeld. Hebben we dan twee kerncentrales verlengd om de bevoorradingszekerheid te garanderen. Maar tegelijkertijd, en dat is echt belangrijk, want dat heeft dit land veel te weinig gedaan, is er ook structureel aan energiebeleid gedaan. Het departement energie, daar is 20 jaar niks mee gedaan. Tine van der Straeten is aangekomen, heeft dat departement heeft daar echt die shit opgekuist van 20 jaar. Ons land echt op de rails gezet richting hernieuwbare energie voor de toekomst. Maar in de tussentijd twee kerncentrales verlengd. Intussen zie ik ook een vlieg. Ik hoop dat u niet te veel afleidt. Ik hoop dat ze snel verdwijnt. Maar toch nog even naar die kerncentrales. Zien jullie niet te laat geschakeld, want eind december 2021 kwam er die persconferentie plan A. We gaan de kerncentrales openhouden. Enkele weken eerder hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten al gewaarschuwd dat Poetin Oekraïne zou binnenvallen. Ja, is dat niet gewoon allemaal genegeerd? Nee, dat is niet zo. Niemand had die situatie zo kunnen inschatten. Dat is niet zo. De waarschuwingen waren er. Er is op dat moment eigenlijk wel heel snel geschakeld. Er is heel snel geschakeld. Het enige moment dat dit land afschakelplannen had rond energie, was onder Margem, niet onder Tine van der Straeten. Wij hebben op korte termijn gezorgd dat de energiebevoorradingszekerheid er is. We hebben mensen door de energiecrisis geloodst, financieel. En we hebben het land op de rails gezet met een verdrievoudiging van de hernieuwbare energie. Mevrouw Demir, de Groenen hebben een bocht genomen. Ook uw partij. Jullie zijn nu voor een verlenging van de kerncentrales. Maar in 2019 zei Bart Wever dit in ter zake. We gaan eens kijken. Die centrales die wij willen openhouden, voor alle duidelijkheid, het is doel 4, tihange 3, misschien tihange 1. De andere niet, die zijn te oud. Die centrales zijn afgeschreven. Wij voorzien gascentrales. Wij willen ook de helft van de nucleaire capaciteit in 2025 afbouwen, omdat een aantal centrales naar veiligheid toe te problematisch wordt. Het wordt ook te duur. Je zou kunnen zeggen, mevrouw Demir, boter op het hoofd. Ja, maar in 2020 hadden wij ook natuurlijk studies van internationale experten die zeiden, kijk, je staat voor een klimaatuitdaging. De CO2 moet naar beneden en dan moet je keuzes maken. En ik denk dat ik wel de enige ben die heel consequent is geweest. Als Vlaams minister van Energie heb ik 4 jaar staan roepen om kerncentrales zoveel mogelijk en zo lang mogelijk ook te verlengen. Maar dat heeft nooit gehoor gehad. En dat betreur ik natuurlijk, want men heeft federaal een historische kans gemist om op die klimaatneutraliteit in te zetten en op energiebevoorrading en zo snel mogelijk. Men heeft inderdaad een oorlog nodig gehad en ook de weigeringen van de gascentrales, die ik op Vlaams niveau heb geweigerd, om vervolgens hun bocht te pakken. Nu, van Groen snap ik dat. Dat staat in hun programma dat zij eigenlijk die kernuitstap willen realiseren. Maar dat premier De Croo samen met de CD&V en de VLD collega Tine van der Straeten heeft laten doen, dat vind ik onbegrijpelijk. De Engie deal is een paar keer voorgesteld. Wij hadden daar altijd vragen bij van hoeveel gaat dit kosten. Ja. En deze week is de aap uit de mouw gekomen. Nog een extra geheime factuur van 500 euro. Waarom duidelijkheid ook? En ik vind dat jammer. Ja. Je moet op tijd beginnen schakelen. Je hebt daar geen oorlog voor nodig. En dat te laat geschakeld is het verwijt. Maar ik ben het eigenlijk niet vaak eens met Bart De Wever, maar hier heeft hij wel een punt. Dat kost veel te veel om, nieuwe kerncentrales te bouwen of om kerncentrales te verlengen. Heel duur. En die veiligheidsnormen die blijven wel nog altijd belangrijk vandaag. Daar is niks aan veranderd. En dus als ik u hoor zeggen, die deal met Engie, wij hebben een sluitende deal getroffen met Engie. Dat is niet zo gek dat zij nu nog proberen om extra geld eraf te krijgen. Dat is niet gezegd dat ze dat gaan krijgen. Die kunnen dat vragen. Maar als Engie... Het gaat wel om een zeer groot bedrag. Hè? Maar als Engie goed wil cashen, dan moeten ze bij N-VA zijn. Want als het van jullie afhangt, dan krijgen ze een paar nieuwe kerncentrales erbij. Wanneer dat die gaan komen, dat weten we niet. Maar het gaat jullie wel geld kosten. Nee, dat klopt niet, mevrouw Nashi. Engie had van mevrouw Tine van der Straeten een vergunning beloofd gehad. Want dan gingen ze miljarden subsidies krijgen voor vervuilende gascentrales. Ik heb dat geweigerd. En al maar goed dat ik dat heb geweigerd, want dan waren die kerncentrales allemaal al gesloten. En twee, wat zegt de N-VA? Wij zeggen heel duidelijk,
De wet op de kernuitstap moet zo snel mogelijk weg. En twee, wij zeggen de kerncentrales die we vandaag de dag hebben, één, een veiligheidscheck doen, want dat is niet op 1, 2, 3, dus liefst zo snel mogelijk. En twee, zo lang mogelijk verlengen. En als je geen energie hebt, ook dat is berekend door bijvoorbeeld een Agoria, een uur geen energie betekent 50 miljoen euro. En dat is ook een gigantische kost, zowel voor gezinnen als voor bedrijven. Natuurlijk, mevrouw Van der Straten heeft op een zeker moment wel de bocht genomen. Er is dan die deal gekomen. Vindt u dat ze dan dat dossier volgens haar overtuiging wel correct heeft behandeld? Nee, en in die zin vind ik helaas dat meneer Boucher wel een punt had. Hè, toen dat hij zei van mevrouw Tine van der Straten heeft de documenten wat gemanipuleerd. Hij wilde een onderzoekscommissie, hè? Ik moet zeggen, ik heb hier het bewijs bij van een stuk dat experten van het Internationaal Energieagentschap heel duidelijk aanbevelingen hebben gedaan. Mevrouw Tine van der Straten heeft die eenzijdig doelbewust geschrapt. In 2021 hebben experten gezegd van kijk, België, bereid u voor op een aantal scenario's om uw nucleaire capaciteit te verlengen na 2025. Wat is er gebeurd? Dat stond letterlijk in dit document. U ziet het, dat stond hier letterlijk door de experten van het internationaal. Dat is het bewijs, zegt u. Dat is inderdaad bewijs. Wat is er dan gebeurd? Er is een bilateraal contact geweest tussen het kabinet van Tine van der Straten en het agentschap. En men heeft bewust dat paragraaf geschrapt. U ziet dat hier ook in de track changes. Changes is dat geschrapt. En van verlenging van nucleaire capaciteit was er in de definitieve teksten niks meer te lezen. Ik vind dat eigenlijk not done. Ik vind dat je als minister altijd moet handelen in het algemeen belang. En dat betekent niet dogmatisch uw partijprogramma uitvoeren. Mevrouw Nagy? Ja, ik wil eerst misschien al starten, want u heeft heel veel gezegd. Ik wil heel even starten met die gascentrales, want ik vind dat wel belangrijk om dat punt te maken. Want onder N-VA in de vorige regering was het plan 9 gascentrales. We hebben dat gereduceerd naar 2 gascentrales en een massa-investering in hernieuwbare energie. Maar goed, wat mevrouw Demir hier zegt... Daarover, wat ik weet, is dat Tine al meermaals vragen heeft beantwoord in het parlement. Ze is daar altijd transparant over geweest en over uw documentje, daar weet ik niks aan. Ja, dat document dat kunnen wij nu ook niet controleren, maar dat zal... Tine is altijd transparant geweest in het parlement, altijd heel duidelijk, net zoals haar beleid, transparant en duidelijk. Ja, oké. De meningen in dat kerndossier liggen ook erg uiteen, dat is duidelijk. We gaan nog even terug naar de mensen, want de vraag die ook vaak op tafel komt, is de isolatie van de woningen. En daarom zijn we eens gaan kijken in de Vlaamse Ardennen, want minister Demir kwam met een renovatieverplichting en eigenlijk voor energieverslindende woningen was dat. Een huis met een zwak energielabel, een zogenaamd EPC-label E of E, moet die woning binnen de 5 jaar hervormen tot een betere woning met een energielabel D. En op termijn is het doel om alle woningen goed geïsoleerd te krijgen. Hoe haalbaar is dat eigenlijk? Stef Meerbergen en Victor van Driessen. In deze streek zijn er nog heel wat woningen, hè, van de jaren 60, 70, die een beetje uitgeleefd zijn, als ik dat zo mag zeggen. Oudere mensen die vertrekken, hun huis verkopen, naar iets anders gaan. En dan komen we meestal zulke woningen tegen. Dus het schijnwerk is hout en enkel glas. Ja, en? Dat ziet er niet goed uit. Slecht voor het EPC? Slecht voor het EPC, ja, uiteraard. Chris de Mulder is energiedeskundige. Hij meet hier alles op. Chris maakt een EPC-attest op, want deze woning staat te koop. Keukenboilertje, dat is ook niet zo positief. Hè. Dat is elektrisch, weerstandsverwarming. Dus wordt allemaal negatief beoordeeld in de EPC-berekening. Ja, dat ziet er niet goed uit. Hè. Geen isolatie aanwezig in muren, hè. Geen isolatie in de vloer, ook geen verwarming. Dus je schat eerder dat we naar een F-label gaan bij deze woning. Maar dit is een huis zoals er zoveel zijn in Vlaanderen. En? Geen isolatie, geen onderdak, niets aanwezig. Dus. De aankoopprijs van deze woning is een 230.000 euro. Minstens evenveel ga je er nog eens insteken om het conform te krijgen. We zijn in de Vlaamse Ardennen. Horebeke is de gemeente met de meest energieverslindende huizen van Vlaanderen. Dat zie je ook op de warmtekaarten uit de lucht.
een rood dak is niet goed geïsoleerd, groen wel. In Horebeke heeft maar liefst 63% van de huizen een energielabel E of F. Ik doe er geen kosten meer aan. Nu wat men nodig doet, neem ik. Ik trek me dat niet aan zo. Zolang dat ik woon, woon ik. Om dat mee dan. En is het warm in uw huis? Ja, wat? Het is niet eens warm. En met wat verwarmt u? Zo vaas. Maar zoet. Maar zoet. En zit er ergens isolatie in uw huis? Ik er toch niet af. Niet nodig? Nu ja, beginnen we niet meer. Dan zal het lang met zijn naar het rest doen. Veel oude huizen hier en een gemiddeld oude bevolking die het vaak niet meer ziet zitten om nog te isoleren. Nee, ja, doe er niet aan mee. Ja, het is goed geweest. Ja, wat? Ça va. Dat is goed, mevrouw. Bedankt. Ja. Ik zal voor u de deur toe doen. Anders wordt het koud en dan is ook een beetje isoleren. Hè? Goed? Ja. Tot ziens, hè. Dag. Onderweg met Stefanie Broewijs, makelaar en ontwikkelaar. Oude boerderijen zijn zeer geliefd, maar de renovatiekost is heel hoog. Die renovatieverplichting heeft sowieso een invloed op de prijs. Je mocht toch rekening houden dat in sommige gevallen de verkoopprijs kan dalen met 10%. Slecht geïsoleerde huizen verminderen in waarde, zegt Broewijs. Ze staan lang te koop en soms is zelfs niemand geïnteresseerd, zoals hier. En dan blijven er weinig opties over. Voilà, hier zijn we dan. Een huis dat bijna onmogelijk is om degelijk te renoveren. Overal enkel glas, muren sowieso niet geïsoleerd, maar ook het dak en dergelijke is in zeer slechte staat. Hier hebben we nu beslist om de woning af te breken. We hebben een verkavelingsvergunning aangevraagd, waardoor we effectief hier 3 nieuwbouwwoningen gaan opplaatsen. Volgens Broewijs spelen de huidige normen een rol. Renoveren binnen de 5 jaar is hier niet mogelijk. Sommige huizen worden daardoor onverkoopbaar. Hier is heel wat werk aan de winkel en veel jonge koppels zien het echt niet meer zitten om zoiets te renoveren. Niet alleen in deze streek, maar in heel Vlaanderen moeten we echt wel kijken hoe kunnen we alles zo energiezuinig mogelijk maken. En soms moet je voor de korte pijn kiezen en zeggen van afbreken en opnieuw effectief heropbouwen, energiezuinig, met onmiddellijk een A-label. Wij hebben hier deze oude boerderij gekocht een 15-tal jaar geleden. Op dat moment woonde er een oude man van een 93 jaar, was er 1 kraantje met koud water en een kolenkachel en een paar gloeilampen en dat was het ook. Willem kocht 15 jaar geleden een aftandse hoeve. Nu is zijn huis een voorbeeld van isolatie, het kan dus, maar het kost moeite en geld. We hebben de muren naar binnen toe geïsoleerd, dus er staat binnen een nieuwe wand voor met een 20 centimeter. Rotswolder tussen. Het dak is opgehoogd. Dat is geïsoleerd met de papiervlokken die geblazen zijn. En de vloer, daar is alles een heel stuk uitgegraven. Er zit 15 centimeter EPS-isolatie in, de vloerverlamming overal. En dan terug de oude vloer erin. Willem deed veel zelf, 15 jaar lang op eigen tempo. Hoeveel dat kostte, weet hij niet meer. Maar de renovatieplicht richting een A-label in 2050 krijgt hier veel kritiek. Niet realistisch, zo luidt het. Baart mij toch ook wel wat zorgen. 2050, de norm, is naar mijn mening niet haalbaar om alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te maken. Renoveren tot een label A is volgens mij niet haalbaar. Het is niet realistisch. Waarom? De kostprijs die daar tegenover staat voor mensen. Plus ook de situatie, de structuur van een gebouw. Zodanig gaan isoleren, lukt niet altijd. Dus het A-label is volgens mij niet realistisch. Ja, mevrouw Demir, voor we op langere termijn kijken, en ik wil ook even meegeven dat de tijd voor jullie beiden nogal uiteen ligt. Dus mevrouw Demir, u moet een beetje sneller spreken. Maar als we kijken naar dat isolatieverhaal, los van de lange termijn, op korte termijn zijn er nu al verplichtingen voor de slechtste huizen. Natuurlijk, die mensen hebben wel de waarde van hun huis zien verminderen. Die zijn misschien niet zo blij met hun regels die u heeft ingevoerd. Ja, wij doen dat natuurlijk niet voor ons plezier. We hebben heel
oude woningen, maar bijvoorbeeld die lieve oude mevrouw, die moet haar woning niet renoveren. Dat is niet verplicht. Dat is alleen verplicht op het moment dat je een aankoop doet. En we hebben dat... Maar als ze het verkoopt en naar een rusthuis gaat, zal ze minder geld voor dat huis krijgen? We zien vandaag de dag dat die heel oude woningen dat die inderdaad voor een iets lagere prijs worden verkocht. 5 à 10%. En misschien is dat ook een beetje logisch, want ook daar zeiden de experten dat heel oude woningen zeer veel energieverslindend zijn, aan een veel te hoge prijs werden verkocht. Mevrouw Nagier, u wil nog veel verder gaan in die renovatieverplichtingen. Wel, over de doelstelling, ja, daar moet iedereen het eigenlijk over eens zijn. Iedereen wil op zich een goed geïsoleerde woning. Iedereen wil zonnepanelen of een warmtepomp. Want ja, dat is gewoon goedkoper voor je energiefactuur. En we hebben het hier ook in de reportage gezien. Het zorgt gewoon voor meer comfort in je leven. Dus dat is niet echt de vraag. De vraag is, hoe zorgen we daarvoor? Hoe nemen we mensen daarin ook mee? Want als we vandaag kijken, dan zien we dat de Vlaamse subsidies voor renovaties, dat de helft daarvan naar de 30% rijkste gezinnen gaan. En dat is niet logisch. Je moet er wel voor zorgen dat je de meest kwetsbare mensen meeneemt. Of dat er een rollend fonds is waarbij je mensen bij de aankoop van een appartement eigenlijk al kan meegeven van kijk, je krijgt een renteloze lening om te gaan renoveren. Jullie willen veel breder gaan ondersteunen. Als u dat allemaal optelt, de kostprijs, heeft u dat berekend? Wat zou dat kosten? Het is vooral ook zo dat als we dat niet doen, dat de kostprijs gigantisch gaat zijn. Dat de vraag is, belangrijk. Wat de kostprijs is van jullie renovatieplan? Ons renovatieplan bestaat uit verschillende onderdelen. Dat is niet één onderdeel waarvan we één prijs aankloppen. Wat is de prijs voor de isolatie? Is dat berekend? Nee, dat is nu niet berekend in het planbureau. Dat hebben we niet meegegeven, omdat het over heel veel onderdelen gaat. Maar is dat niet belangrijk om een solide verhaal te hebben? Dat natuurlijk. Ook de cijfers kloppen. Natuurlijk, want we hebben ook wel gekeken van waar haal je die middelen om dat te kunnen doen. Van waar haal je die? En er wordt op Europees niveau, nu wordt er een tax geheven eigenlijk op vervuiling. En wij zeggen, de grote vervuilers moeten ook bijdragen aan die renovatie van woningen van mensen hier. Dus met dat geld, dat gaan we moeten inzetten de komende jaren om woningen te renoveren. Ja, korte reactie, mevrouw Demir. Ja, heel kort natuurlijk. Het klopt inderdaad dat ik die energiepremies toegankelijk heb gemaakt voor mensen die werken. Vroeger was de focus premies alleen voor mensen die niet werken. Maar de mensen die niet werken, ja, die zijn al heel veel beloond door uw regering. Hè. De regering De Croo, sociaal tarief, de werkloosheidsuitkering, die meer dan de index omhoog is gegaan. Maar het klopt wel niet dat dat alleen maar naar de hoogste inkomens gaat. Want daar is een factcheck op gebeurd. En we zien dat er 300.000 aanvragen zijn geweest en dat de helft naar de laagste inkomens gaat en de rest ook naar middelen. Mevrouw Nagier, zegt mevrouw Demir. We hebben die cijfers opgevraagd bij u en het is zo dat de helft, dat, jawel, de 30%, dus naar, dat de helft naar 30% rijkste gezinnen gaat. Dat is zo. Maar de vraag is dus, de vraag blijft, hoe zorg je ervoor dat jonge mensen die net iets kopen, hoe zorg je ervoor dat zij hun woning ook kunnen renoveren? Dat wordt een belangrijke prioriteit, want het Vlaamse woningenbestand is bij een van de slechtste eigenlijk van heel Europa. Ja, en de vernieuwing die gaat ook traag. Goed, ik wil nog iets anders erbij halen. De ontharding in Vlaanderen. Want met het regenweer nu is dat toch ook wel een thema dat vaak terugkomt. Dat er meer zou onthard moeten worden. Wat is jullie kijk daarop? Mochten jullie in Vlaanderen de macht kunnen grijpen of op een of andere manier in de regering komen? Hoe zou u dat aanpakken, simpel uitgelegd? Er moet nu eigenlijk sowieso structureel veel meer en veel sneller onthard worden. We zien het ook vandaag, de overstromingen die er recent nog zijn geweest in Voeren, in de Westhoek ook. Het is echt nodig en het is nu dat we het moeten doen. U heeft daar een stukje beleid rond gedaan, wat projecten gedaan waarbij u onthardt. Maar dat gaat niet over heel veel. En wij zeggen, je gaat veel meer moeten doen om de doelstellingen te halen. Er zijn in Vlaanderen bijvoorbeeld 18.000 kilometer aan wegen die niet meer gebruikt worden. Ja, je zou die eigenlijk gewoon heel snel kunnen ontharden en op die manier de doelstellingen veel sneller bereiken, want dat is nodig voor het klimaat en voor die overstroming ook tegen te gaan. Oké, de tijd is ongeveer in balans. Daar zijn we al intussen. Maar mevrouw Demir, u onderneemt wel projecten, maar er verdwijnen dagelijks
10 voetbalvelden in Vlaanderen aan verharding. Dat is toch waanzinnig. Ja, ik ben het niet eens dat ik aan projecten doe. We hebben een investeringsprogramma gemaakt, een Blue Deal, dat mij bloed, zweet en tranen heeft gekost om dat door de regering te krijgen. We hebben een budget van 500 miljoen euro vrijgemaakt. Maar er verdwijnt nog heel veel grond. We hebben heel veel ingezet in het meer ruimte maken voor water. Dat gaat over hectares natte natuurherstel. Dat gaat over rivieren, bijvoorbeeld zoals een Voeren, verbreden en verdiepen. Het probleem is daar dat Wallonië dat eigenlijk ook zou moeten doen. Dat is het probleem daar. En als het gaat over ruimteinname, zie ik vandaag de dag dat we zijn begonnen aan 5 hectare. We zitten nu aan 3,5 hectare. En tegen 2025 zouden we aan 3 hectare moeten Maar u herkent wel dat er dagelijks nog heel veel ruimte verdwijnt. Ja. Allee, wij hebben vandaag nog 700 hectare overstromingsgebieden geneutraliseerd. We hebben 12.000 hectare woonuitbreidingsgebieden onder een stolp gezet. Dat is ongezien wat er de afgelopen jaren is gedaan. Oké. Okay. Zij zegt heel veel gebeurd en de groene in Wallonië zou het beter Maar meer. Ik zit hier eigenlijk een beetje met, precies met de CD&V voor mij. Dus aan de ene kant hebben we een beetje onthard en aan de andere kant hebben we gewoon teruggebetoneerd en hebben we het wel gedaan. Dus ja, op die manier voer je geen structureel beleid. Je moet een beleid voeren met een hele visie op ontharding over heel Vlaanderen. En dat mis ik vandaag wel. Ik mis ook daar gewoon de cijfers. Ik mis dat er gewoon veel meer wordt onthard op korte termijn en dat gebeurt niet. Ja, u moet ook naar de cijfers willen kijken en dan moet u mij ook eens vertellen hoe je dan de wooncrisis gaat oplossen, hè, mevrouw. Als u zegt van ja, daar mag niks meer bij komen, ja, dan vraag ik mij echt af hoe je de wooncrisis, betaalbaar wonen enzovoorts, ook gaat realiseren. Want voorstellen van groen moeten ook wel realistisch zijn, natuurlijk. Maar ik heb u net ook gezegd dat er 18.000 kilometer in Vlaanderen is aan ongebruikte wegen. Dat is absurd dat die nog verhard zijn. Dat is compleet absurd. Het ligt eigenlijk voor het grijpen. Dat is een quick win die u heel snel zou kunnen doen, die goed is voor de natuur. Die goed Hoe kijkt is voor... u naar die? Ja, dat moet dan eens bekeken worden. Wij ontharden zoveel mogelijk. Ik zal die cijfers ook nakijken en ik zal die cijfers bij collega Lydia Peters opvragen. Maar als het gaat over ontharden, als het gaat over niet meer bouwen in overstromingsgebieden, daar hebben we echt wel die tanker gekeerd. En ik heb eigenlijk ook wel geen lessen te krijgen als het gaat over klimaatadaptatie. Ik was de eerste minister, eerste beleidsmaker, media was niet geïnteresseerd, Groen was er zelfs ook niet geïnteresseerd. Investeert. Want het ging continu over de doelstelling. Ja, je moet meer CO2 reduceren enzovoort. Punt gemaakt. Mevrouw Nagy, wil u dan ook mensen gaan onteigenen, uit hun huizen gaan halen? Of hoe ziet u dat? Maar voor ons is het heel duidelijk. Hè. We moeten de natuur in Vlaanderen beschermen. Dat is nodig. We hebben dat nodig voor het klimaat. We hebben dat ook nodig voor de industrie. We hebben dat ook nodig voor onze economie. Want misschien is het ook relevant om dan even terug te komen. Mag ik vragen, zullen mensen uit hun huizen moeten vertrekken? Maar dat is de vraag hier niet. De vraag is hoe beschermen de vraag is hoe beschermen we de natuur en hoe zorgen we ervoor dat we mensen daarin steunen als dat nodig is? Ja, ik ga nog even mijn vraag hernemen. Als u bepaalde mensen wil beschermen of gebieden tegen overstroming, zegt u dan er zullen mensen uit hun huis moeten vertrekken? Kan u daar duidelijk een eerlijk antwoord op geven? Als er mensen vandaag in overstromingsgebieden wonen, dan moeten we ervoor zorgen dat dat niet zo blijft. Ja, dat klopt. En dan gaan we die mensen vertrekken uit hun huis. Dan gaan we die mensen correct moeten vergoeden. Want het is niet hun schuld dat zij daarvoor een vergunning hebben gekregen ooit. Maar ze moeten wel vertrekken uit hun huis. Bij de cornflakes. Dus je moet daar wel voor zorgen. Oké. Goed. We gaan de tijd even stilleggen. We zijn bijna aan het einde van dit debat. We gaan nog een paar afrondende vragen voorleggen. Mevrouw Demir, u bent niet al te populair bij de boeren op dit moment. Dat zal u zelf ook wel aanvoelen. Bart Wever zei in de zondag, ik ga niet ontkennen dat stikstofdossier is in ons gezicht ontploft. Meer zelfs, ik verwijt mezelf dat ik daar niet eerder mee bezig was. Heeft u zich mispakt in dit dossier? Het stikstof natuurlijk wel ontploft op mijn bureau. En ik had liever gehad dat dat veel eerder was opgelost. Want dat is een probleem dat al jaren Vlaanderen bezighoudt. En ik heb dat naar goed vermogen samen in de regering. Want u weet, we hebben verschillende akkoorden gemaakt. Samen met de CD&V en de VLD. En de VLD heeft die
pluim ook op zijn hoed willen steken. Maar niet te veel in volle vaart tegen de boeren. Want die kritiek horen we ook wel in de partij, dat u te fel tegen de boeren bent gegaan. Nee, ik ben niet tegen de boeren. Ik ben voor de boeren. En we hebben een stikstofkader nodig. We hebben 2 miljard aan de kant gezet om net die veeteelthouders financieel te ondersteunen om de transitie te maken. Want wij vinden dat een belangrijke sector. Oké. Mevrouw Nagy, een vraag voor u. Dit zou de meest groene regering worden. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar klimaatminister mevrouw Katabi, waar is zij? We hebben haar al zo lang niet meer gezien. Zij heeft heel veel dingen moeten doen. Eén, het sabotagebeleid van mevrouw Demir was al een fulltime job op zich om zich daarmee bezig te houden. Want ja, elke Maar vindt u dat zij haar beleid goed heeft uitgedragen? Mevrouw Katabi heeft in de mate van het mogelijke, met de bevoegdheden die zij had en met de sabotage vanuit Vlaanderen, gedaan wat zij kon. Een concreet voorbeeld. Waar heeft ze echt het verschil gemaakt? De klimaatwet bijvoorbeeld die er is gekomen. Het feit dat er geen dieselmotoren meer naar Afrika mogen worden geëxporteerd, bijvoorbeeld. Het klimaatcentrum dat wordt georganiseerd. De single-use plastics die verboden zijn, dat heeft zij allemaal gedaan deze legislatuur. Ja. Maar het is vooral belangrijk dat wij in dit land echt samenwerken op vlak van klimaat en elkaar niet gaan saboteren. Want elke keer dat België aan de Europese tafel zat, was de mond doodgemaakt door Vlaanderen die weigerden om elke stap richting klimaatbeleid te zetten en alleen maar pleiten voor een klimaatpauze. U wilt goed samenwerken en u kijkt daarvoor ook naar de partij vooruit, zegt u. U wil echt met hem in de regering. Van waar kwam dat, die liefdesverklaring voor vooruit? Voor ons is het heel duidelijk. Wij willen een progressief beleid voeren. En wij denken dat dat vooruit dat alleen niet kan. Vooruit flirt met N-VA en wil liever met N-VA werken. En wij geven de kiezer een heel duidelijke keuze. Als je progressief beleid wilt, dan moet je op Groen stemmen. Want Groen wil progressief samenwerken. Vooruit, die wil met rechts samenwerken. Ja. Mevrouw Demir, het is geen al te gemakkelijke campagne voor uw partij. De peilingen, u persoonlijk scoort goed in Limburg, maar uw partij heeft het niet zo gemakkelijk. Het idee leeft ook dat bepaalde zaken worden bijgestuurd. Het viel ons bijvoorbeeld op, een tijd geleden, als ik jullie programma bestudeerde over de Green Deal, stond er op jullie site dat jullie dat steunen, de Europese Green Deal. Die moet het Europa klimaatneutraal gaan maken. Als we vandaag op de website gaan kijken, dan is de tekst aangepast. En nu staat daar, we staan achter de principes van de Green Deal. Zijn jullie aan het schuiven omdat jullie voelen de publieke opinie is niet meer mee? Nee, ik heb als Vlaams minister mij altijd onthouden op de Green Deal, net omwille van het feit dat er geen industrieel beleid tegenover stond. En als mevrouw Nagy mij verwijt dat ik aan sabotagepolitiek heb gedaan, maar dat was vooral omdat ik wou voorkomen dat België een standpunt innam op dat Europese toneel waar dat de mensen hier, de Vlamingen hier, de tol gingen betalen. En ik geef u één heel concreet voorbeeld, de CO2-tax. Mensen gaan dat in 2027 voelen. Ik vond dat geen goed idee. Ik heb aan mevrouw Katabi en alle collega's, Tine van der Straten, gezegd, kijk, Vlaanderen gaat zich onthouden. En op de Green Deal hebben we ons ook onthouden, maar dat was al 3 jaar geleden. Mevrouw Nagy. Ja, de Green Deal steunen wij uiteraard volledig. Ik vind dat absurd om daar tegen te zijn. Je zou net voor eerlijk klimaatbeleid moeten zijn. Maar de vraag is hoe je dat eerlijk maakt en hoe je dat sociaal maakt. Dat is de vraag. Niet of die doelstellingen goed zijn, want uw kritiek op de Natuurherstelwet, het zijn wel grote bedrijven die u vragen om de Natuurherstelwet wel te steunen, om de natuur wel te beschermen, want onze economie, onze industrie, onze boeren en onze mensen hebben dat nodig. Ja, we begonnen dit debat met de vraag eigenlijk om positief een element over elkaar te geven. Op het einde van dit debat, mevrouw, laat ons eindigen waar we begonnen zijn. Is het voor u denkbaar dat u met hen in een regering stapt? Nee, helemaal niet denkbaar. Dat sluit u uit? Ik sluit dat uit. N-VA stapt niet in een regering met Groen. Dat is een duidelijk antwoord, mevrouw Nagy. Ja, dat is uiteraard niet onze eerste keuze. Dat is heel duidelijk. Voor ons is het een progressieve keuze, dus dat is heel duidelijk. Hè. Ja, natuurlijk, mevrouw. We zien wel dat heel wat partijen echt moeite hebben met jullie. Dat jullie niet zo heel graag gezien zijn. Dat is nu de politieke realiteit. Het doet soms terugdenken een beetje aan de paars-groene regering. Vrezen jullie soms voor dat Agalef-scenario waarbij jullie
CDA onder de kiesdrempel zouden duiken? Wat we zien is dat traditionele partijen heel graag de status quo willen behouden. Vooral geen klimaatbeleid willen voeren, liever de pauzeknop willen indrukken. En dit maakt voor mij eigenlijk heel erg duidelijk dat klimaatbeleid alleen voor groen een echte prioriteit is. Ik heb het programma van de N-VA er eens bijgenomen. 114 pagina's, anderhalve pagina over het klimaat. Twee kleine alinea's over hernieuwbare energie. Ja, voor groen is eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt wel een prioriteit. En dat is deze campagne duidelijk geworden. Maar u zou wel met haar willen regeren? Dat het alleen voor groen zo is. U zou wel met haar willen regeren? Willen is een moeilijke vraag. Maar u sluit het niet uit. U sluit het niet uit. Willen is een moeilijke vraag. Wij sluiten het Vlaams Belang zeer duidelijk uit, in tegenstelling tot uw partij. En we willen met progressief samenwerken. Oké, uw tijd is op. Nog een slotwoordje. Mevrouw Demir, we zijn nu naar het einde van de campagne aan het toegaan. Niet gemakkelijk voor uw partij. Hoe wil u het nog keren in 23 seconden? Ja, dat is nog 9 dagen volle bak werken, debatten voeren zoals deze, pleiten voor een verstandig klimaatbeleid waar dat we wel inzetten op minder CO2, maar dat we ook zeggen wij moeten ook aan klimaatadaptatie doen. We moeten de Vlamingen beschermen tegen de overstromingen, tegen de droogtes, wat dat we deze legislatuur hebben gedaan en wat dat we de komende jaren ook verder moeten doen, want dat is heel belangrijk natuurlijk. En hiermee is de tijd helemaal op. De kiezer zal heel binnenkort bepalen hoe het voortgaat met het politieke landschap. Nadia Nagy, Zoual Demir, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat ons land van een sterke centristische as nodig heeft. Om de doeltreffendheid van onze openbare actie te kunnen verbeteren. De verrassing van deze verkiezingscampagne speelt zich af in Wallonië. Volgens de peilingen is het politieke landschap er volop in beweging. De Franstalige liberalen van de MR doen het heel goed en kunnen de PS als grootste partij opzij duwen. Maar ook Les Engagés, de vroegere CDH, zit sterk in de lift en is klaar voor regeringsdeelname. Voorzitter Maxime Prévot had vandaag een drukke campagnedag. Steven de Kranen ging met hem mee. Maxime Prévot luidt de openingsbel van de Beestenmarkt in Sine. Een verkiezingscampagne in Wallonië moet je tussen de mensen voeren. En waarom dan niet beginnen met een kritisch publiek, de landbouwers en de veetelers? Ik denk dat het een ras-le-bol dans tout, que ce soit Wallonië of en Flandre. La politique reste toujours la politique, c'est la même. Le même cinéma, le même refrain, c'est tous les 5 ans. Maar de kopman van Les Engagés laat zich niet afschrikken en heeft oog voor iedereen. Bonjour, vous venez de quelle région? De Vlaanderen. Hoor. À quel coin en Vlaanderen? Zottegem, Wetteren. Vlamingen, Walen, Nederlanders op de beestenmarkt van Sine telt alleen de commerce. We hebben geen probleem. Voor mij zijn iedereen gelijk. Echt een goede contact met de Walse vrienden. Ja. Bonjour. Ici, les blancs bleus, je négocie en francs belges, mais les noirs, c'est en euros. Ah ouais. C'est vrai, toujours en francs belges. Les blancs bleus, oui. Par habitude. Oui. C'est vrai qu'il faut éviter qu'il n'y ait pas suffisamment de blé vendu ici. Mais oui. Et que la structure économique du marché s'écroule. Hein. In Franstalig België woedt de strijd om het politieke marktleiderschap hevig tussen de PS en de MR. Maar in de peilingen klimt Les Engagés al weken achtereen en klinkt de naam Maxime Prévot steeds luider. Ah oui, Maxime Prévot. Oui, oui, oui. Ah oui, je connais. Que pensez-vous de lui? Bon, c'est pas un mauvais garçon, à mon avis. À mon avis. Notre volonté, c'est évidemment de réussir la transition climatique, mais il faut le faire avec les agriculteurs et pas contre les agriculteurs. Eux-mêmes sont les premiers conscients des difficultés que ces changements climatiques génèrent sur leur propre production. Et donc, ne pas les impliquer pour pouvoir être des acteurs de solutions, être juste dans les coups de bâton, dans une approche dogmatique, ça ne va servir les intérêts de personne, ni de la profession, ni de la transition. De volgende stop is in het centrum van Sine, bij een Waalse ondernemer die niet alleen smartphones verkoopt, maar vooral herstelt. Circulaire economie, duurzame oplossingen zoeken, noem het zoals je wil. Audio recording test. Alles wat kan, geven ze hier een tweede leven. Het staat wat symbool voor Les Engagés, want toen deze centrumrechtse partij nog CDH heette, stierf hun kiespubliek langzaam uit.
Je dis simplement qu'on ne va pas offrir les meilleures réponses demain aux citoyens en regardant toujours dans le rétroviseur. La plupart des partis ont des idéologies qui ont été pensées parfois il y a plus d'un siècle, à un moment où on ne parlait pas de transition écologique, où on ne parlait pas de révolution numérique, où on ne parlait pas de burn-out, de recherche du sens dans ce qui est fait, de santé mentale, de décrochage pour les jeunes. Et donc on doit pouvoir à un moment donné avoir un programme qui est vraiment en phase avec ces réalités-là. Een nieuwe naam, maar ook veel nieuwe gezichten op de lijst. Vernieuwing op alle niveaus dus. Moi personnellement, je n'avais aucun parti politique jusqu'à 2 ans. Je ne pense pas que je serais allée au CDR, je ne serais allée, je serais pas allée ailleurs non plus, mais c'est vraiment en lisant le projet des engagés, le manifeste des engagés, qui a été rédigé avec la participation citoyenne. C'est vraiment à la lecture du projet des engagés que j'ai eu envie de rejoindre un parti. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, je serais encore sans parti. En tussen alle campagneafspraken door stopt de GSM van Prevot niet met rinkelen. Hij wil straks verschillende politici verbinden door samen oplossingen te vinden, zegt hij. Moi je crois que si on veut éviter que les citoyens continuent de courir vers les extrêmes de gauche comme de droite, on doit pouvoir réhabiliter la nuance. Nous vivons dans un monde complexe. Il n'y a aucune réponse simple et encore moins simpliste à ces problèmes complexes. Et donc le vrai courage aujourd'hui, c'est de pouvoir parler avec de la nuance. Ook de clichés doorbreken, want in Wallonië willen ze wel degelijk werken. Maar zoals in dit constructiebedrijf vinden ze soms moeilijk voldoende arbeidskrachten. En toch is het belangrijk om als continent, land en regio zelf te blijven produceren. On doit avoir une Europe qui n'est pas seulement une Europe de consommateurs, mais réellement d'inventeurs, de fabricants, de producteurs. Si l'Europe reste un continent de consommateurs, elle dépend pour se défendre des Américains, pour manger peut-être demain de la Russie ou de l'Ukraine, pour se chauffer du Moyen-Orient, cela n'a pas de sens. L'Europe doit redevenir autonome. En de partij van Prevot lijkt zich overal thuis te voelen. Tussen de bedrijfsleiders, de zelfstandigen, de landbouwers, de ambtenaren, noem maar op. Moi, mon cœur, il ne bat pas pour la gauche ou pour la droite. Il bat pour les gens. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être un acteur de solution. Et j'ai la conviction que mon projet est équilibré. Mais j'ai la capacité, contrairement à d'autres, de reconnaître qu'il y a aussi de bonnes idées à gauche ou à droite. Als de kiezers de kaarten zo schudden, kan Maxime Prevot zomaar uitgroeien tot de kingmaker voor een federale regering. Je ne suis pas monsieur non, puisque je dis oui à une potentielle réforme de l'État. Je dis oui à l'idée de pouvoir éventuellement travailler avec la NVA. Ça ne sera jamais mon premier choix parce qu'il témoigne régulièrement de mépris à l'égard des francophones. Mais je veux surtout éviter l'extrême gauche, le PVDA, et l'extrême droite, le Vlaams Belang. Ce sont mes deux seuls exclusifs et je n'exclus pas qu'avec le résultat électoral, mathématiquement, on soit peut-être amené à devoir travailler avec les NVA, mais je veux travailler sur un agenda socio-économique bien plus que sur une question institutionnelle. En bij ons Dorian de Meus. Goedenavond, hoofdredacteur van La Libre Belgique. Wat voor partij is Les Engagés eigenlijk? Hoe zou u die omschrijven? Ecoliberalisme eigenlijk, met minder christelijke referenties dan de CDA vroeger. Ze hebben volledig afstand daarvan genomen? Ja, toch sterk, heel sterk. Nu, ze zijn veel op socio-economische vlak rechter geweest. Ze zijn bijvoorbeeld voor de afschaffing van de werkloosheidsvergoedingen na 2 jaar. Ze zijn pro-nucleair voor de kernenergie. Ze zijn ook voor de verlaging van belasting op erfenis. Dus dat maakt toch een programma die dicht is van die van de MR. Er zit eigenlijk weinig verschil in hun socio-economische programma met degene van de MR. Maar op andere vlakken, bijvoorbeeld voor gezondheid, onderwijs, zijn ze misschien meer centrum-links. Ja, want dat hoorden we Maxime Prevot ook zeggen in de reportage. Ik ben niet links, niet rechts. Nochtans, hier wordt er vaak die richting uitgekeken als centrum-rechts. Centrum-rechts, zou ik zeggen. Wat ook nieuw is, dat is een echte partij die het klimaat naar voren brengt. Vroeger de kleur van de partij was oranje, nu is het een beetje meer groen. Dat was ook een signaal dat ze naar voren wilden brengen. Maar het is een partij die totaal is hernieuwd, veranderd. Hun herontwerp is gemaakt met nieuwe mensen die naar voren zijn gekomen. Ondernemers vooral. Dus dat maakt het ook dat het onderneming, heeft het hier verschillende keren in de reportage gezegd, de onderneming is een heel belangrijk element of thema voor hem, de economie eigenlijk. En daarnaast hebben ze ook dus dit kunnen naar voren brengen, maar ook
kiezers, dat is ook belangrijk. Dus nieuw programma, nieuwe kandidaten, maar ook nieuwe kiezers. Veel kiezers komen van Defi, waar u weet dat er een interne oorlog is natuurlijk, maar ook van Ecolo, die in slechte situatie is, slechte peilingen, zeker in Wallonië en in Brussel. Maar ook een beetje kiezers die komen van de MR en van de PS. Omdat eigenlijk hij profiteert, hij geniet het feit van dat Joshua Boucher het MR een beetje goed rechts heeft gepositioneerd. Mm-hmm. Totaal rechts eigenlijk. Goed, en zij gaan meer naar het midden. En hij gaat meer naar het midden. Hij profiteert van die spatie die daar ontstaan is in het centrum. Mm. Want tegelijkertijd is Ecolo heel sterk naar links geweest. De PS ook natuurlijk, omdat de PTB, dus PVDA, daar een sterke plaats neemt. Dat heeft duidelijk gerendeerd, die nieuwe strategie. Nog een kort woordje over Maxime Prévot zelf. We zagen hem daar. Wat voor persoonlijkheid is hij? Dus hij heeft 46 jaar, hij heeft politieke wetenschappen gestudeerd. Hij was eigenlijk sinds het begin een soort van politiek directeur van Joël Milquet bij de CDH. En hij is natuurlijk daarna schepen geworden, vandaag burgemeester van Namen. Hij is iemand die heel aangenaam, met veel humor, een echte populaire burgemeester van een rurale streek. En zo hebben we hem nu ook beter leren kennen in Vlaanderen. We hoorden ook duidelijk, staatshervorming is voor Maxime Prévot zeker geen taboe. Woord meer trouwens niet in Franstalig België, want eerder deze week trok ook MR-voorzitter Georges-Louis Boucher in ter zake die kaart. We kijken even. U laat wel een opening voor een staatshervorming. De MR staat daarvoor open. La seule chose, c'est qu'on veut un État qui est plus efficace. Et si ça doit passer par une réforme de l'État qui rend un État plus léger, plus efficace, okay, on le fera, mais pas pour la fin de la Belgique. Que les choses soient claires. Ja, dat is heel duidelijk. Niet voor het einde van België. Maar hoe interpreteert u dit? Is dit campagnetaal of toch heel oprecht? Nee, ik denk dat vandaag MR, Engagé, duidelijk pragmatisch en realistisch. Ze zien wel wat er leeft in Vlaanderen. En ze zien ook dat de zesde staatshervorming eigenlijk niet alleen maar goede effecten heeft gehad. En dus dat het misschien een nut is om een nieuwe staatshervorming te laten komen. Maar ze willen natuurlijk geen grote revolutie, zeker niet. Niemand is in Franstalig België voor confederalisme bijvoorbeeld. Maar wel enkele verbeteringen op sommige niveaus om het meer efficiënt te maken, om minder te kosten natuurlijk. Dat is iets dat ze wel kunnen. Wat ook belangrijk is, ik denk voor de engagé tegenover Defi bijvoorbeeld, is ze wilden samen een kartel maken, zoals N-VA, CD&V, enkele jaren geleden. Dus dat was 2 jaar geleden dat ze die kartel wilden doen. Maar door het feit dat les engagés een deur eigenlijk openlaten om met de N-VA in een coalitie te gaan, was het niet mogelijk voor Defi die daar een exclusief zet tegen. Ja. Er zijn andere elementen natuurlijk, laïciteit en andere die daarbij spelen ook. Je ziet natuurlijk, zoals de peilingen en de stemming nu evolueert, dit opent perspectieven aan Vlaamse kant voor een federale regering. Tegelijkertijd was er Paul Magnet die meteen de deur dichtsloeg en zei nee, met ons geen staatshervorming. Ja, natuurlijk. Paul Magnet is een beetje zoals Bart De Wever op dit moment in campagne. Hij moet duidelijk tonen dat hij de sterkste zal zijn tegenover Bart De Wever. Nu, we zullen wel de cijfers moeten zien. We moeten toch zien dat de cijfers en de peilingen voor de PS slecht zijn. In Brussel zelf heel slecht. Door de mobiliteit, door de veiligheid, door andere elementen. Ook door het succes van de PTB, dus PVDA in Brussel, die bijna 20% zou doen. Dus hij is in campagne. Wat er nu gebeurt tussen Bart De Wever en Paul Magnet sinds enkele dagen, ze proberen ons de situatie opnieuw te schetsen van 2019. Maar de situatie is wel veranderd. Kijk, we praten hier al bijna 10 minuten van Les Engagés. Enkele jaar geleden was Les Engagés CDH. Mm-hmm. En het was een partij die ik zelf als een dodende partij zag. Ja, ze zijn herrezen uit de as, zo zeggen we dat. Dan is er natuurlijk ook wat we zien gebeuren bij de Franstalige Liberalen, bij MR. Die doen het zo goed in de peilingen dat de kans zeer groot is dat Georges-Louis Boucher eigenlijk Waals minister-president kan worden. Ja, het is natuurlijk niet gedaan. Het zou kunnen, omdat de resultaten nu van de peilingen interessant zijn voor hem. Maar de PS wint soms een beetje meer punten eigenlijk de dag van de verkiezing dan in de laatste peilingen. Daar is
iets dat we moeten heel voorzichtig voor zijn. En... Maar stel dat het zo zou zijn, dat het zo evolueert. We kennen allemaal de reputatie van Boucher. De meeste mensen kunnen niet met hem door één deur. Kan hij dit aan als persoonlijkheid? Ik denk eerst dat het moeilijk zal zijn voor Paul Magnette om te aanvaarden om een coalitie te doen, dus PS met MR, met Les Engagés en met Georges-Louis Boucher. Ik denk dat dat heel veel is voor hem. Nu, als de score van de MR heel sterk is, dan is het misschien een gewicht die zal kunnen spelen. Ik denk dat Georges-Louis Boucher dat zou willen of kunnen doen, maar we moeten echt wachten op de cijfers, want... Ja, daarna moeten ze een programma samen maken, onderhandelen met Georges-Louis Boucher. Iedereen weet het, het is iets dat moeilijk is. Hij heeft een karakter, hij speelt dikwijls oppositie binnen een meerderheid. Dus voilà. Dat wordt afwachten. Absoluut. Nog even kort om af te ronden. We weten ook dat Bart De Wever nog eens heeft herhaald dat hij wel degelijk premier wil worden van een federale regering. Hoe kijken Franstaligen daarnaar? Als een campagnediscours zeker, ook als iets dat heel paradoxaal of cynisch is. Iemand die in zijn eerste statuut de onafhankelijkheid van de Vlaamse Republiek zet, als eerste minister willen spelen, dat maakt het een beetje moeilijk. Hij zegt ook dat hij de enigste premier als een goede premier zou zien. Dat is typisch Bart De Wever natuurlijk. Maar ik denk dat de prijs van de 16-wedstrijd heel duur zal zijn. Ofwel voor de N-VA of voor de PS. Oké. Okay. En we wachten af natuurlijk nog een dikke week te gaan. Dorian de Meus, dank je wel voor dit gesprek. En ons volgende verkiezingsdebat maandag gaat over onderwijs. Conne Rousseau en Ben Weitz zijn onze gasten. We hebben allemaal iets met onderwijs. Elke schooldag gaan 1,2 miljoen kinderen en jongeren naar ons Vlaams basis- en secundair onderwijs. Het lerarentekort. De olifant in de leraarskamer. Als u nu een vacature heeft voor een leraar wiskunde, wie komt daarop af? Niemand. Veel centen en veel maatregelen, maar toch is er een probleem met de kwaliteit van ons onderwijs. Ben jij goed in wiskunde? Heel goed. We zijn hier op school om te studeren en niet om in de studie te zitten. Dat gaat echt een impact hebben op hun toekomst. Ter zake zit erop, maar zometeen is er meer, want Annelies staat klaar in de studio hier vlakbij. Ja, het ziet er daar heel mooi uit in Studio 5. Daar gaan de Europese lijsttrekkers in debat. En ook jonge kiezers die voor het eerst gaan stemmen, die krijgen het woord. Blijf dus zeker kijken voor meer duiding bij de Europese campagne en de verschillende politieke standpunten. En straks om 11:05 is Farah er natuurlijk ook nog hier op dit net. Nog een mooie avond en een fijn weekend. Dag.